Deze VSK is bijzonder omdat op dit moment we de innovaties van vandaag en morgen zien. Met betrekking tot het versnellen van de energietransitie. Dus denk vooral aan hybrides, digitaliseren van activiteiten, connected services die er zijn. Dus met andere woorden, op dit moment kun je hier ook als installateur echt de oplossingen voor vandaag en morgen vinden. En we gaan versnellen. Het mooie voor Remea is dat wij midden in die hybridisering zitten. Dus we hebben een mooi portfolio van hybride warmtepompen. Wij gaan nog meer ontwikkelen, dus er staat veel op de lat wat gaat komen. En daarmee kunnen we een groot deel, met name van die residentiële vervangingsmarkten, dus de particuliere markt, de mensen thuis, de woningen, daar kunnen we pakken. Want dat is het grootste gedeelte wat uiteindelijk nog mee moet gaan doen aan de energietransitie. Nieuwbouw kan, maar de gebouwde, de bestaande woningen, daar ligt de grote uitdaging. En dat hebben we met deze hybride en hybride oplossingen een fantastische kans. De hybride warmtepomp is een eindoplossing. Is dus niet even iets van in-between. Want als ik het heel simpel uitleg, een hybride warmtepomp is een warmtepomp, een schoenendoosje binnen, een buitenunit. En dit schoenendoosje binnen stuurt de cv-ketel aan. Dus wat gebeurt er? Hij gaat ongeveer 70% gas gaat hij besparen. Dus dat betekent dat er blijft 30% over. Heb je nu pv-panelen op je dak en je zet er een klein boilervaatje neer waar die gebufferd kan worden, pak je nog een keer 10%. Dus er blijft nog maar 20% aan gas over. Wat we gaan doen, en dat zullen we de komende 5 jaar zien, je zal met name via waterstof of bijmengen van waterstof of biomethaan gaan komen. Dus je krijgt 20% groen gas is nodig en die komt beschikbaar. Dus we kunnen daarmee met, zeg maar eigenlijk, met een hybride warmtepomp en groen gas kun je uiteindelijk je doelstelling van 2030 gaan realiseren.